Na het winnen van de Beneliga en de Nationale Beker won het team van OCI Nitrogen Lions ook het landskampioenschap. De meest begeerde prijs van de drie. Lions toonde daarmee aan het sterkste handbal in huis te hebben. In een bomvolle Volendamse sporthal was de sfeer geweldig en begon het team van trainster Monique Thijsterman fantastisch. Binnen no time stond er een verschil van 6 treffers in Sittard Geleens voordeel op het scorebord. Een doelpunt gescoord door de nummer 18 van Ancia Lions, Ivo Steins. De Volendammers knokten zich terug en bij rust stond het nog maar 13-14 in Limburgs voordeel. Ja, Luc, hoeveel stops heb je er vandaag gehad? Weet ik niet, het maakt niet uit. Het gaat maar mee één ding. Dat we vandaag gewonnen hebben. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi. En dat is ja, de derde prijs dit seizoen. En ja, daar moeten we zo van genieten. Kijk om je heen, alle blije mensen. Die achterban wat wij hebben. Iedereen, stuk voor stuk. Iedereen die hier is. Niet alleen de spelers, niet alleen Monique. Wat zo'n geweldige dingen met ons heeft gedaan. Maar iedereen, dat is helemaal geweldig. Maar een overtuigende overwinning, ook nog in het hol van de leeuw. Ja. Inderdaad, het was op een gegeven moment even spannend, maar we weten het goed om te draaien. En uiteindelijk een mooie overwinning neer te zetten. En het maakt niet uit met hoeveel we vandaag winnen, maar we hebben gewonnen en het was top. Ja, het was een moeilijke wedstrijd. Er was veel spanning op het begin. En ja, veel druk, maar ik heb mezelf in de kop genomen, gewoon rustig gebleven. Eigen taak goed voeren en dan komt het wel goed. Ja, de score toch met regelmaat. Dat geeft ook een opgelucht gevoel, hè? Ja, zeker. Vooral op het einde. Dat wordt echt, ja. Dan sta je er op een gegeven moment met 7-4 en denk je, nu kent echt niks meer fout gewoon. En dan is de druk er ook een beetje vanaf. Maar eigenlijk wordt het de hele wedstrijd wel heel erg spannend. En moest je gewoon echt goed in kop erbij houden. En dat is af en toe gewoon heel lastig. Maar de versleest Volendammer voor de derde keer dit seizoen in het Hol van de Leeuw. Met grote cijfers. Ja, dat klopt. Ja, vooral op het einde maak ik vooral weer het verschil. En net zoals ik zei, gedurende de wedstrijd geeft het gelijk op, maar verblieven we al die heet iets ver en we zijn één keer achtergekomen. En ik heb net het gevoel gehad dat we het gingen weghebben vandaag. Na rust trok Lions de wedstrijd weer naar zich toe. Maar ook nu kwam de thuisclub langs zij en ging er zelfs overheen. Lions was niet zo onder de indruk van deze achterstand, want ook nu keerde men de score weer snel om. Door verse krachten in te brengen, scoorde de ploeg op de juiste momenten. Ja, we hebben het wederom heel lang spannend gehouden. Onnodig. Maar op het laatste. We hebben 16 man, we hebben ze alle 16 gebruikt. Onze kracht. 60 minuten lang met z'n allen. En we hebben hem. Ja, opeens begin jij te scoren. Dat is weer een individu, heerlijk, heerlijk. Maar ja, wat stond het? Ja, wat is het? 6 verschil, 5 verschil. Als team, 16 man, met 2 coaches, begeleiding, super publiek. Kan niet beter. Ja Tim, missie volbracht. Zo kan je zeggen, de treppel. God, maar ja, het lang geduurd. Dat is hem. We hebben hem. Het wordt toch nog behoorlijk spannend, hè? Immer op voorsprong gegaan en op een gegeven moment kwam Volendam goed terug. Ja, goed, we wisten dat dit ging gebeuren. Het is een finale en... Het zou geen walk-over werden tegen Volendam. We zijn in de paniek geraakt. We hebben het vertrouwen gehouden. We hebben het samen met elkaar bereikt. Niet alleen de spelers natuurlijk. Hier is ambiance. Het is echt te gek. We zijn zo blij met onze fans. En met alle vrijwilligers wat we hebben. En het hele bestuur. Het is echt één grote familie. En dat we 3 prijs pakken. Dat deed heel erg goed. Toen de kloof definitief geslagen was, wist het meegereisde publiek dat het wel goed zat. Nog wat leuke doelpunten zorgden voor een fantastische apotheose in het Palingdorp. Ja, na al die jaren geweldig gevoel. We zijn met een missie begonnen. We wouden echt in de top komen. We waren al jaren terug aan de top.
of hij nog geen prijs. En nu hebben we dit jaar 3 prijs, waarvan dit wel de apotheose is van het seizoen, moet ik zeggen. En eigenlijk het meer dan 90% Limburg. Ja, dat is echt super. Ik heb net al getwitterd welke cocktail wordt nu het beste. Maar heel veel Limburgers en één Amsterdamse het vandaag gewerkt. En wat moet dat voor de toekomst gaan geven? Ja, de Zuse, die jonge jongens die pakken het ook gewoon op. Het is vandaag vuil doorgewisseld. En Lijns 2 heeft het afgelopen seizoen ontzettend goed gedaan. Dus er zit een hele lichting aan te komen. Allemaal Limburgse jongens, allemaal hier opgeleid. Dus we gaan ervoor om en die Champions League te laten zien. En de komende competities ook weer op de kaart te zetten. Ja, Monique, aan het begin van het seizoen stond er opeens een vrouw in het hoofd bij de OCI Nitrogen Lions. Er kwamen mensen die dachten van, wat moet dat gaan worden? Maar nu, 3 prijzen op 1 seizoen. Ja, het is echt een super seizoen geweest en een hele mooie start. En jongens hebben heel veel vertrouwen in mij gehad en ik uiteraard omgekeerd, goed begeleidingsteam en dan zie je waar je kan eindigen. Ja, sterk verdedigen vandaag ook, hè? Ja, het is... Ja, het was gewoon een topwedstrijd. Er zat weer alles in. Ik denk dat we beter hebben gespeeld dan vorige week. We hebben ons meer aan de opdrachten gehouden. En ja, echt fantastisch. En niemand verzaakt ook, hè? Helemaal niemand. Serge, denk ik, in de eerste helft niet helemaal sterk. Maar de tweede helft pakt hij dat gigantisch goed op. Ja, Dylan Vossen verbaasde hem ook. Ja, super. Ja. Geen woorden voor. Ik geloof dat de sportploeg van 2015 in Limburg al bekend is. Hè? Daar hoeven ze geen verkiezingen voor te houden. Die kan zo uitgeroepen worden. Bij acclamatie benoemd. Geweldig resultaat. Hè? Lange aanloop, zeggen ze allemaal. 6 jaar heeft het dan geduurd. Maar dan in 3 stappen de alle 3 overheer. Dat is een super resultaat. En, ja, ik zie hoe iedereen daarvan geniet. En daar doe ik gewoon maar aan met. Dat is ook dat een fusie toch werkelijk tot resultaat kan leiden. Uiteindelijk wel, hè, maar het bewijs is pas nog een aantal jaren geleverd. Er moest er een geluid aan de voorkant. Het begint met ambitie. Maar die mannen die hebben het inderdaad laten zien. Hebben nog een steun in de rug gehad van een vrouw. Maar uiteindelijk als team een geweldige prestatie. Bij het laatste fluitsignaal was de buit binnen. Marco, begint het niet eentonig te werden? Winnen wen nooit, zeggen ze. Winnen wen nooit. Dus nee, fantastisch. Maar dit was eigenlijk voor ons, denk ik, als team de echte prijs. Hier hebben we het allerlangs naartoe gewerkt. En de ontlading is ook gigantisch. En het is ook niet te vergelijken met de beker of zo. Dit was de echte prijs die we per se als team wouden pakken. Dus. Ja, hier heb je ook al een 100% gegeven. Hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk als iedereen dadelijk in de kleedkamer komt. Dat is echt even iedereen zo, oh, alles gegeven. Ja, en dan op nog het feest. Hè. Ja. Nu ga je de wereld in met een titel. Ja, beter kent het niet. Hè. Dankjewel jong, beter kent het niet. Ik bedoel, we hebben triple gepakt dit seizoen. Benenliga, de beker en nu het landskampioenschap. En ja, wie wil ik nog meer? Wat wil ik nog meer? Zo ken ik het nog. Je bent een half uur geleden landskampioen geworden. Wie vult dat, hè? Ja, dat is fantastisch. Ik bedoel, we hebben hier jaren voor gestreden. En is, wat ik zo zwaar vind vandaag is dat ze zus, dat ze alles gaat doorwisselen. Oh, maar niet hoe het beste erin zit. Maar nu beste erin zit. We halen allemaal het niveau. En dan is het heerlijk om te zien dat het hele team zijn titel pakt. En wat voor niveau? Ja, dat is fantastisch. Ik zei in de rust, ik zing van de NFU en ik zeg tegen de jongens, we hebben tot nu toe altijd 1 à 2 voorgestaan in de rust. En tot nu toe altijd met 8 gewonnen. Ja, en vandaag spelen we ook fantastisch, winnen we met 6 of met 7. Dus het is heerlijk om te zien. Je speelt ze kapot. We spelen ze naast kapot, ja. Ik ben er enorm trots op. Voor het eerst in de 6-jarige historie van de fusieclub was de kampioenschaal binnen. En dat mag iedereen weten. Streekomroep Start feliciteert deze fantastische handbalploeg met dit kampioenschap.